Je hebt hem misschien al gezien tijdens de Friends video of gehoord tijdens Gamersnet Radio Marathon. Maar vanaf nu krijgen we regelmatig indie items. Maar ik wilde eerst even testen, wat weten de heren nou eigenlijk over indie? Dus we besloten een spelletje te doen, indie of niet. Wat voor mij een indie game is? Voor mij is een indie game een niet al te grote game. Vooral ook van een ontwikkelaar die niet al te groot is. En ik vind meestal dat je vooraan de artstyle, hoe de game eruit ziet, kan zien dat het een indie game is. Een indie heeft meestal, eigenlijk, ik zeg niet allemaal, voordat alle haters gelijk gaan schreeuwen. Maar 7 van de 10 keer vind ik dat je best wel gauw kan zien aan een artstyle van een game, hoe die in elkaar is gezet, dat het een indie is. Mijn definitie van indie is eigenlijk... Het is bijna ultieme luiheid. Het is het pakken van... maar het is pakken van één kleine gimmick en daar een game omheen bouwen, zodat eigenlijk niks meer anders is dan die gimmick. Kijk bijvoorbeeld naar Super Meat Boy. Dief is moeilijk, weet je. We hadden vroeger spelletjes die onwijs moeilijk waren. Gaan nu een spelletje maken die alleen maar moeilijk is. Of Binding of Isaac. Vroeger was Zelda leuk, want dan kon je er allemaal dingen heen lopen. We gaan Binding of Isaac maken. Dus we gaan alleen maar lopen. En allemaal van die random kamers. Of, nou ja, en dan vooral wat ik het ergste vind, is dat je het handboek hipster kunt pakken. En dan, wat vinden hipsters leuk? Oh, psychedelisch. Oh, gaan we gewoon een hele game maken met psychedelische kleuren. En dan al die hipsters allemaal, oh, wat mooi. Of we gaan een game maken met alleen maar, oh, wat zullen we nu eens afvinken? Oh ja, die met een tekenstijl, waar alles met de hand tekenen. Oh leuk, dan doen we alleen maar dat. Dan maakt het ook nog eens tering moeilijk, want dat vonden we vroeger zo leuk. Dat is mijn definitie van indie. De definitie van indie, ik denk dat die best wel fluïde is. Het was natuurlijk ooit gewoon independent, heel in de definitie. Maar ik denk dat de laatste tijd is het vooral echt zo'n term geworden die overal op wordt geplakt. Ook al zijn die ontwikkelaars niet meer echt independent. Maar ik denk als het voor mij persoonlijk gaat, dan kijk ik denk ik naar de grootte van het team. Dus... als het een klein team is wat werkt aan een game, hoe groot die ook is, hoeveel influx ze krijgen van financiën, ik vind het een klein team, dan zou ik zeggen dat is een indie. Mijn allereerste en enige indie die ik eigenlijk zelf heb gespeeld is Stardew Valley. Zelf ben ik geen grote indie-fan, dus mijn kennis zal ook niet al te hoog liggen over indie games. Allereerste weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat ik Peggle heb gespeeld. Ik heb de meeste uren in een game ever in Peggle. Maar dat vind ik, dat zijn indie puzzle games. Dat vind ik anders. Dat vind ik dan wel oké. Maar nee, dat vind ik dan wel oké. Als ze niet te pretentieus erover gaan doen. Maar PopCap was toen nog niet van EA. Dus dat was toen ook echt nog een indie. Toen ik ermee begon. Inmiddels ben ik 2000 uur verder indie games. Dus dat was de eerste en meest fanatieke indie die ik heb gespeeld. Maar allereerst, ik denk dat het moet iets van Xbox Live Arcade zijn geweest. Want dat was een beetje dat indie voor mij opkwam toen dat programma er was. Dus ik zit een beetje te denken, het is waarschijnlijk... vroeger waren er heel veel games natuurlijk indie. Dus dan zou je kunnen zeggen Worms of zo. Maar dat vind ik dan te vroeg. Dus dan zou ik zeggen van toen AAA games er waren, toen waren er op een gegeven moment ook indie games. Ik denk dat mijn eerste game dan Vampire Smiles, The Dishwasher, Vampire Smile is geweest. Of Explosion Man op de Xbox 360. Ben je er klaar voor om dit te gaan nailen? Ja, ik ben er klaar voor. Fuck yeah. Hit me up. Fucking Stardew Valley is een indie. Meteen, per direct. Dit is door één iemand gemaakt. Als je mijn definitie pakt van indie, dan is het de indie van de indies. Ga hem spelen trouwens. Ja, Stardew Valley, dat is wel een indie. Het is een soort leuke Farmville, hartstikke goed. En volgens mij heeft het een heel klein team. Ik weet eigenlijk niet meer hoeveel mensen, maar volgens mij heel weinig. Dus een indie. Ja, ik heb echt geen flauw idee. Ik ken het verder ook niet, dus ja, dan gok ik maar gewoon dat het een indie is. Oh ja, wat is dit spel ook alweer? Dat was super, dit is nou zo'n voorbeeld. Dit is super sfeervol hoor, ik geef het toe. Maar het is wel echt zo'n voorbeeld van zo'n game van, god, laten we... Oh ja, schaduwen zijn mooi. Oh, laten we alles zwart-wit maken. Hoe heet die ook alweer? Ik weet het niet, maar het is sowieso... Volgens mij zit er best wel... Nee, dit is wel een indie. Was deze niet ook door één iemand gemaakt? Of door twee? Ik weet het niet meer. Hoe heet die game ook alweer? Oh, Limbo. Dat is van Playdead. Volgens mij hadden ze toen geen dikke backing van wat dan ook. En Playdead is wel groter geworden. Maar ik zeg nog steeds indie. Ik zeg indie op Limbo. Jazeker, ja. Ja, deze heeft wel awards gewonnen. Ik heb hem wel eens bij de Game Awards zien langskomen, volgens mij. En toen dacht ik al van, oh god, ja, leuk.
Ja, dat speelde ik vroeger ook op mijn NES. Hartstikke goed. Dit zal wel een indie zijn. Ja, indie. Heb ik wel een keer wat van gezien, alleen weet ik niet of het een indie is. Dus ik doe de grote gok. En niet. Fez. Fez is ook een te kleine game om te zeggen van, dat is geen indie. Dus ik ga zeggen, ik weet van Fez niet wie dat heeft gemaakt. Maar ik ga toch zeggen dat is ook een indie. In ieder geval in mijn ogen. Unravel. Dan heb ik dus echt geen flauw idee of het nou een indie is of niet. Want ik weet ook niet de ontwikkelaar van die game. Dus dan wordt het de gok. Nee. Unravel. En dit is de strikvraag natuurlijk, want Unravel heeft alle beats van een indie. Maar EA zat er gewoon achter met dikke backing. En volgens mij was het ook een studio van EA zelf ook. Dus ik ga zeggen, geen indie. Absoluut niet, Unravel niet. Ja, Unravel is natuurlijk door EA gemaakt, dus het is dan technisch gezien geen indie. Maar dat zetten ze dan als indie aan. Maar indie is natuurlijk nu ook vermarketing, hè. Het is een marketing tool. We noemen iets indie en dan vinden alle hipsters het leuk. Ze gaan het allemaal spelen. Trouwens leuk, ik ben trouwens een Jarnie geweest voor deze game. Gingen ze mij helemaal in zalvelen als een Jarnie. Was hartstikke leuk. Geen indie, maar wel een simpele platform. Valiant Hearts. Ja, The Great War. Wel zo'n game die in de marketing als een indie werd genoemd, maar hij werd aangekondigd op de Ubisoft Digital Days. Ubisoft zat er eigenlijk achter met zijn enorme studio. Dus een beetje hetzelfde verhaal als Unravel, dus ik ga voor in indie. Oh ja, dit is de Ubisoft titel over de Eerste Wereldoorlog. Waar ik de naam van kwijt ben, maar die goed, komt ongetwijfeld in beeld. Is dus ook geen indie, want het is door Ubisoft gemaakt en ook. Maar volgens mij heeft Ubisoft geen succes gehad met hun heel even indie reeksje. Want daar zijn ze ook weer heel snel mee gestopt. Ja, geen indie. Was trouwens wel een heel mooi spel, met dat hondje ook. Dat was echt superleuk en koddig en schattig. En mooi om de Eerste Wereldoorlog weer onder de aandacht te brengen. Want ja, we lezen er eigenlijk niks meer over in de krant. Ja, en dan vind ik dat toch zonde. En kun je spelletjes spelen, leer me toch weer wat over wat er toen gebeurd is. Dat is... Ja, ken ik ook niet. Ja, dat is echt hopeloos. Ja, we doen gewoon indie. Ja, ja. Dat is... Ja, dat is een hele goeie. Ik doe wel gewoon niet. Nee. Hè? Pas. Ik ken het gewoon echt niet. Ja, het zal een indie zijn. Hoe heet het spel? Oh my god, dit was dezelfde aankondiging. Child of Light. Ja, wederom hetzelfde, want het is Ubisoft. Ubisoft, stop met dingen indie noemen. Stop ermee. Oh ja, kijk, hier krijg ik dus jeuk van. Dit is Shitless List, the game. Hartstikke leuk. Eén rood tint in zwart-wit. Hartstikke goed. Dat ken ik niet. Het zal wel een indie zijn. Oh shit. Wat is dit? Dit is volgens mij het eerste wat ik gewoon niet meteen herken. En waarschijnlijk als ik straks de titel hoor, ik zoiets van, oh die. Maar als ik zo alleen al kijk naar de visuals, zwart-wit met één kleurpatroon, heel erg Sin City. Ik ga zeggen indie. Dat is een indie. Absoluut, ja. Yeah. Dat denk ik wel dat het een indie is. Dus die wel. Indie. Cuphead. Ik zei bijna een fout woord. Cuphead is in zoveel aspecten een indie. En het is een kleine studio. En ik weet dat Microsoft er heel veel geld in heeft gestoken. Maar ze zijn onafhankelijk gebleven. Dus Cuphead is een indie, sorry. En het was de beste indie van vorig jaar. Ga hem spelen. Kijk, dit is dus het allerergste. Ik weet dus wel... Ik weet dus de ontwikkelaar niet. Dat is best wel erg. Maar volgens mij is het geen indie. Ja, nou, hier moet ik niet eens over praten. Wat een kutspel. Dit is Cuphead. Gemaakt door een huismoeder die waarschijnlijk een rijke vent heeft. Duidelijk wel indie, want ze heeft heel veel geld geleend, word ik van de week van Tom, bij allemaal banken. Maar geloof ik gereed van zo'n een of andere sugar daddy zijn die ze heeft. En dat is ook het flauw, weet je, een indie game maken is eigenlijk heel makkelijk, want je bent gewoon met twee, drie mensen aansturen, dat is natuurlijk simpel. Moeilijk wordt het pas als je met 200 man een game moet maken, dan moet je pas echt kunde tonen, want dan komt alles samen. Dit is gewoon een beetje tekenen tot alles en tyfus moeilijk maken, nou ja, prima. Hebben we allemaal gezien in de jaren 30 bij Disney, allemaal prima. Leuk, afgerond. No Man's Sky is volgens mij wel een indie, ik gok het erop. Oh ja, die Sony game.
Ja, weet je, game, nou, die space simulatie van Sony die heel erg gehyped werd en vol bugs had, is dus... Maar is wel een indie, want Sony heeft het later overgenomen als het ware, maar ze zijn volgens mij wel echt begonnen als indie, toch? No Man's Sky is... Oh god, ja, overduidelijk No Man's Sky. No Man's Sky is, ondanks dat Sony die game zo ontzettend groot in de media slingerde, Hello Games is onafhankelijk gebleven. Hello Games is een indie ontwikkelaar. En hoe groot die game ook en wat het bedrag ook was, het is een indie. Het is een indie. Indie of niet? Journey. Geen idee. Ik denk het wel. Journey. Ja. Ja, ook. Dat is toch een inkoppertje. Dat is een indie. Daar zat weinig backing achter. Die game is groot opgepakt, maar is gewoon een goede indie. Journey. Denk ik wel dat het een indie is. Gewoon uit... Hoe het oude. The Witness. The Witness is volgens mij ook weer gemaakt door die ene hele arrogante guy. Om wiens naam ik nou even niet kan komen. Maar hij heeft het basically in zijn eentje gemaakt. Dacht ik, of zo goed als in zijn eentje. Dus dat is een indie. The Witness. Witness nooit speelt indie. Minecraft. Zie je hoe weinig verstand ik heb van indies? Dat ik gewoon niet eens weet. Nou, volgens mij... Kijk, volgens mij kwam het eerste instantie... Was het een indie, denk ik. Maar nu niet meer, dus niet. Minecraft, ja. Minecraft is wel een indie. Ja, dat is een succesverhaal. Hartstikke goed. Ik hoorde trouwens dat je bij Minecraft nu... Sorry, ik ben een heel lang item zo. Het spijt me. Ik zit een beetje voor praten te doen. Maar ja... Dat je tegenwoordig servers moet kopen of huren voor heel veel geld bij Xbox. Had jij het erover? Jezus, dat is echt een ding. Maar goed, die gast is miljardair geworden met dit spel. Heeft een uppie volgens mij gemaakt. Dus echt een indie. En alle YouTube-kinderen lopen niet meer weg. Nog steeds. Tenminste, de jongere generatie nog steeds. Beginnen allemaal met Minecraft. Nou, hartstikke goed. Hopen dat als je oud genoeg bent dat je bij ons komt. Maar daarvoor. Minecraft is de indie der indies. Die game is ook wederom door één iemand gemaakt. En ook al heeft Microsoft het opgekocht voor 1,6 miljard of zo. Dat is een indie. In basis is het een indie. Inmiddels niet meer, maar toen wel. Toen hij uitkwam. Toen ik erop insprong. Wat was dat hem? Oh, Minecraft is een leuke afsluiter. Ik vind hem wel... Leuk! Leuk initiatief. Sorry mensen als ik jullie beledigd heb. Mocht je de Eerste Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ja, sorry. Echt nul verstand. How did you do? Zoals je hoorde zijn de heren het niet helemaal over eens wat nou een indie is en wat niet. De officiële benaming heeft alles te maken met het stukje indie, independent, de onafhankelijke makers van games. Onafhankelijk in creativiteit, onafhankelijk in geld, dus ze krijgen niet een of andere zak geld toegeworpen om iets te maken, en onafhankelijkheid in uitgeven. Maar dat is in de meest ideale wereld een indie game. Waar wij ons op gaan richten is eigenlijk meer de bredere omschrijving, inderdaad klein team, misschien gewoon met een heel tof, bijzonder verhaal daarachter. Weinig geld. Ja, en wij het uitgeven maakt mij niet uit. Want care. Als we maar over eens zijn dat het een indie game is. Alright? Dus vanaf nu, elke week, een indie game met mij. Laat weten wat jij nou dacht dat het een indie game was, maar dat het eigenlijk niet was. En zie ik je volgende week.